Ja, ik ben eigenlijk echt geen goede quizzer. Geen goede quizzer, nee. Maar je bent Catalaan. Erge middenvelder te zijn en niet genoeg golen maken om aanvallend middenvelder te zijn. Zeker, typisch, ja. Dat is Bassetje, maar wel een heel toffe Bassetje. Dat is, ja, heel tof. Hij heeft toch een mooie carrière gemaakt, toch? Ja. Ja, als je... Beter dan de mijne. Ja, dat wel. Maar ja, maar jij bent... Vorig jaar hadden ze op Marok, een festival waar ik voorzitter van ben. En... Ja. Oh, oh, oh. Ja, ik ben blij dat we ze vorig jaar hadden, want nu dat hier zoveel zit, kunnen we ze nu niet meer betalen. Dat zou best kunnen dat de prijs... Ja, ja, dan zit je pot goed vol. Ja, dan zal al het geld gaat in een pot, hè, dat ze verdienen. Maar, Ah, ik heb trouwens ook, want Isolde Lazoen had dat ook gedaan. Ik heb trouwens voor u ook een cd'tje bij. Ja. Het is al uit plasticje, maar daarom niet minder goed. Ongelooflijk, ja. En ik mag dat houden? Ja, ja. Ja, Equal Idiots. Wauw. Ja. 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 Ja, nu moeten we wel teruggeven. Ja, nee, bedankt. Christophe, op mijn kaartje staat... Ja, ik word dan wat rustiger. Ja. Suikers van de cola, dus... Maar op zich denk ik... dat ik mij vanavond niet echt veel zorgen moet maken. Wow! Ja, nee. Shit is aan. Doe ik niet, ik ga eerst nog een insert maken van de sokken dan. Ja. Ik ben ondertussen aan het vloggen, hè, Erik. Ken je dat? Nee, dat ken ik niet. Wat is dat? Ja, dat is iets op een site. Dat is YouTube, heet dat. Je moet... Maar we hebben hier camera's, hè. We hebben hier gewoon camera's. Ja, ik weet het. Maar ja, dit is alles. Dan wie ook mensen dat die dat ding vast willen houden, hè. Maar dan zien de mensen thuis op het internet zien dat dan ook een keer. Kunnen jullie allemaal zwaaien naar de vlog? Voilà. Olle, hè? Ja. Dat is modern, hè? Ja. Oh. En dat is een vlog? Dat is een vlog. Vlog? Ja. Jij vlog. Jij kent dat ook? Dat is een Engels woord voor irritant. Maar, bij ons is Hollander een Belgisch woord voor irritant. Dag Filip, dag Jan Jaap. Alles goed? Ja, zeker. Doe je daar lang over die rijmpjes? Over die rijmpjes? Ja. Ja, dat wordt gemaakt. Echt waar? Ja. Dus jij gehakt wel en jij Jaap van der Wal, dan denk je, nou, doe dat. Dat doe ik wel. Ja, hoor. Ja, nee, maar vaak is het toch charmant, hè? Dan zeg ik toch charmante dingen. Ja, ja, zeker. Gisteren was ik een teelbal, nu een gehaktbal. Wordt steeds beter. Nee, wat verwachten jullie ervan vanavond? Ja, het is groen tegen rood, is het eigenlijk, zou je klopt. Ja. Dat is zoiets anders dan een kartel, eigenlijk. Ik weet het, ja. Soms zijn het vrienden en nu vanavond is het tegen elkaar. Hè. Maar nee. Nee, Christophe Calvo, dat is een nieuwkomer. Wat verwacht je van hem? Ja, hij is federaal fractieleider van Groen Ecolo. Amai. Je hebt dat voorbereid? Of... Yes, dat heb ik voorbereid. Oh, hè? Ja. En weet je hoeveel mensen dat er in het parlement werken? Nee. Iets minder dan de helft. Maar het is, ja, het is een man met Catalaans bloed. Ja. Dus hij kan zich opeens halverwege de quiz afscheiden. Maar dat kan niet, want ik kan heel moeilijk stilzitten. Ja, hè? Als ik ga maar jouw sokken proberen zich al af te scheiden van de rest van je lichaam. Dus dat zit er al in. Ja. Ja. Ja, maar goed, ik ben natuurlijk een Nederlander, dus ik kan niet op dat jou stemmen. Denk ik, ja. Maar ik beloof hierbij dat als ik ooit Belg word... dat ik dan ook niet op je ga stemmen. En het is voor de rest, ja, Lin is geweldig en die doet het hartstikke goed. En Thibaut is ook gewoon nu voor de vijfde keer. Dat is voor je ouders ook leuk, dat ze niet iedere keer de crash hoeven te betalen. dat hij hier zit, is toch geweldig. Nee, Groen. Ben jij er ook ben jij fan van Groen? Stem je wel eens Groen? Nee, ik ben een beetje teleurgesteld in de partij, ik moet dat eerlijk zeggen. Omdat mijn vrouw wou lid worden, maar die is geweigerd. Ze had niet genoeg haar onder haar oksel. Nee, zijn jullie bekommerd om de natuur? Zeker en vast. Ja? Zeker. Ja. Jij toch ook? Ja. Dat is ja. toch de reden waarom dat jij geen deo gebruikt? Ik sorteer ook veel. Blik bij de PMD, groen afval bij de GFT, folders van groen bij het oude papier. Nee, Linde Merkpoel, Filip. Fantastisch, ja, Erik. Mooi, hè? Ja. Ongelooflijk, hè? Ja. Prachtige stem, zalig om elke morgen mee wakker te worden. Ja. En op de radio doet ze het ook heel goed. Ja.
Nee, nee, als ze nu vandaag, als ze vandaag terugwint, dan laat ik er een naam tatoeëren. Op Jan Jaap. Heerlijk. Nee, en dan Thibaut Christiaanse. Ook fan van Thibaut? Ja, zeker en vast. En ook een groene jongen zo te zien. Allee, hij heeft toch al een nest voor bosduiven. Ja. Het is nog redelijk ook. Het is nog rustig. Het is geknipt. Ja. Ja. Door een epileptische kapper. Nee, wat is die PDS eigenlijk? Dat is een Belgische Kempense punkband genaamd De Prijsdufkes. De Prijsdufkes. Ja, en dat toch? Ja. Echt keigoed. Wat? Ja, klinkt goed. Ja. En wat is hun bekendste nummer? Ja, hij is weer een cd aan het afluizen. De Prijsdufkes, nee? Mooi. Ik ga 60 seconden uitdelen aan ieder van jullie. Dat is jullie startkapitaal en je verdient bijkomende seconden per goed. Ja, maar Cruz is Spaans, hè? En waarom? En jij wordt aan het koersen, of? Ik was aan het koersen, ja. Koers. Ja. Nee, ik deed de koers na, hè? Koers, ja. Koers, ja. Dat is eigenlijk toch ook niks voor u, hè, fietsen? Nee, waarom niet? Ja. Omdat jij niet genoeg tandjes hebt om bij te steken. Doe jij? Je doet niet aan vrijwilligers? Ik, ja? Ja. Ik denk daar wel vaak over na. Maar daar zit er niks mee. Dus nee. Nee. Nee, maar ik denk er soms aan. Ah, dat is goed. Dan zal het nog wel komen, hè? Zul je zeker nog. Ja, ik denk alleen dat als ik dan iets kies, dan wil ik wel iets wat ik echt bij past. Ja, dus je neemt de tijd wat echt om te bij kiezen. Mij past. Ja. Dus ik neem gewoon rustig de tijd om er eens over na te denken. Ja, ja. Ja. En Thibaut, dan? Je ziet er wel een vrijwilligerswerk uit. Of zo. Is leider zijn aan de jeugdbeweging ook niet zo waar? Is dat vrijwilligerswerkers? Absoluut. Ja? Ah, ja. Dat was eigenlijk mijn tweede. Was een twijfel tussen sport of jeugdbeweging. Ja, okay. Dan doe je vrijwilligerswerk. Ah, wel. Ja. Nee. Vraag 3. Blijven in de sport, Christophe. Zijn voornaam is Engels en betekent fantastisch, buitengewoon en magnifiek. Dus hebben ze meteen maar een contract gegeven bij Club Brugge. Hoe heet hun Zimbabwaanse aanwinst? Dus puntje, Nakamba. Het is een Engelse voornaam. En dat woord betekent fantastisch, buitengewoon, magnifiek. Hij komt van Vitesse? Nee? Ja. Weer in de middenvelder? Ja. En Vincent Mannaert staat op de foto? Ja. Hij gaat op alles antwoorden wat je niet gevraagd hebt. Kaal, ja. En het zit wel een beetje in de familie om soms wat hart te verliezen. Dus ik ben eigenlijk al in spanning aan het afwachten op mijn eind 30, begin 40. Nee, ja. Ah, ja. Want je hebt zo'n mooi haar. Als ik je mag zeggen, maar bedoel. Ja, ver. En ben je echt bang om kaal te worden, Chris, of nee, toch? Nee, valt wel. Maar... Want ik ben wel verder dan jij, hoor. Ja, dat was mij opgevallen. Ja, hè? Ja, maar het is echt waar. Mijn kaksel zit al de hele tijd naar het kaksel van Philip te kijken. En die denkt, nog een paar weken. Dat is wat hij denkt. Maar verschrikkelijk zijn dat jij je haar begint te verliezen. Ja, ik... Er zijn al zoveel stemmen aan het verliezen. Zo kan. Dat is niet waar, hè.